Ik ben Chris Hinze. In principe fluitist, componist, producer. Ik heb ooit eens gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zowel klassiek, maar eigenlijk kom ik uit de jazz. Berklee College of Music in Boston gedaan voor arranging en composition. Met de Chris Hinze Combination de wereld doorgegaan. En ja, eigenlijk, lang omdat ik zo ontzettend geïnteresseerd ben ook in andere culturen, ben ik langzaam maar zeker helemaal eigenlijk in de world music terechtgekomen. Can you bring me peace? Ik ben Koen Molenaar, ik ben pianist van huis uit. Voor de rest produceer ik ook een en ander. En daarnaast toer ik nog steeds de wereld over met Jan Akkerman onder andere. En een eigen band genaamd Tristan. En Chris ken ik eigenlijk al een hele lange tijd. 2002 op. Denk ik. Ja, dat is al een hele... Toen kwam je. Een hele periode dat we ook al samenwerken. Nou ja, we hebben allebei eigenlijk dat idee over muziek. Geef het niet zo gauw een naam, maar maak gewoon muziek. Het eerste toen ik hem eigenlijk leerde kennen was van... doe je wat aan elektronische toestanden? Hè? Dat was het eigenlijk. Ja. Werk je met samples, werk je met dat en dat? En hij zei, ja, daar ben ik hartstikke mee bezig. Nou ja, nu zijn we zo ver, zo ontzettend veel verder. Dat eigenlijk de basis van Mr. Richard Parker is eigenlijk geënt op elektronische muziek, toch? Ja. Zo zou je het kunnen zeggen. Feel my conscience hide. Feel my conscience hide. Eind oktober, november kwamen we op het idee Mr. Richard Parker te formeren. Ik werd enorm getriggerd door Life of Pi. Life of Pi, het gaat eigenlijk om de tijger en het jongetje. En de onverzettelijkheid om eigenlijk te overleven. Zodoende heet het ook dit programma straks Road of Hope. En het overleven, het avontuur. En als je dat even bekijkt in de tijd waar we in leven. We leven eigenlijk in een tijd van ontzettend veel rampen, oorlogen, vluchtelingen. De environment, noem maar wel even een paar dingen op. Alles is in gevaar. Aan de andere kant heb je een mensheid die juist ontzettend streeft om het goed te doen. En dat, die tegenstellingen, dat is ook de hoop die er uiteindelijk is. Die tegenstellingen hebben we eigenlijk in Mr. Richard Parker bij elkaar willen brengen, toch? Ja, zeker. En wat eigenlijk ook nog wel belangrijk is, dat we het ook wel breder hebben willen trekken eigenlijk nog dan... Nu is het heel groot eigenlijk, hè? Dus het zijn de wereldproblemen eigenlijk die je aan de kaak stelt. Maar je kan het ook veel meer op jezelf nog betrekken als je zou willen. Want iedereen is eigenlijk toch in zijn leven op zoek naar geluk, hoop en liefde. Dus dat kan zo klein zijn en zo groot als je het zelf wil maken. Lisa is onze zangeres en wij hebben uiteraard gezocht in eerste instantie naar een frontvrouw. Die zou ze natuurlijk ook een beetje mooi uitzien, maar heel belangrijk is dat ze een breed repertoire kon zingen en die mogelijkheid heeft en fanatiek is. Nou, deze vrouw heeft alles. Alle sounds en zo, dat is eigenlijk elektronisch. Alleen later, toen dacht ik, ja, er moeten trommels bij. Die hebben we gevonden in de vorm van Frank Wardenier. Maar hij is ook een fantastische drummer, dus toen hadden we eigenlijk twee vliegen in één klap. We waren onderweg in de auto, eigenlijk ook zelfs naar de auditie van Maya. En onderweg al pratende kwamen we van, goh, hoe heette ook weer die drummer waarmee jij toen in 1999 een tour hebt gedaan. En verdomd, hij had hem ook nog in zijn agenda staan ergens. Dus we hebben hem eigenlijk onderweg naar Den Haag, naar Maya, gebeld. En eigenlijk meteen daarna ook afgesproken. Want hij bleek en thuis en zijn nummer bleek nog steeds hetzelfde te zijn. Dus dat was natuurlijk een supergoeie vondst uiteindelijk. En ook enorm enthousiast. En dat is eigenlijk wel de basis van deze groep. Iedereen is heel erg enthousiast om dit te gaan doen. We hebben daarbij nog een celliste. Eva van der Pol. Ja, en dat is een waanzinnige celliste. We hebben natuurlijk met Combination heel erg veel mee gewerkt. En dat is eigenlijk dus de groep, hè, Koen, voor eigenlijk alle sounds en de basis elektronische ritmes. Ik speel uiteraard fluit hierin. Maar ook niet als een jazzfluitist in die zin, met ellenlange soli. Het is eigenlijk heel compact proberen een duidelijke sfeer en een sound eigenlijk naar buiten te brengen.
Deze groep heeft 3 generaties, ja. En dat maakt het redelijk uniek. Maar het gaat dus ook om de totaliteit van wat willen we brengen. En dat brengt ons dus ook samen.